Oké, ik sta hier bij Netgear. En waarom sta ik bij Netgear? Omdat ik eindelijk een positieve ervaring heb gehad. Ik heb een extender gekocht. Nou heb ik al 5 jaar extenders gekocht om al mijn huis, overal huis wifi te krijgen. En het mislukt altijd. Ook de Netgear extenders werkten nooit. Totdat eigenlijk de 2500 geloof ik langskwam. Hè? Ja. En waarom werkt die 2500 nou wel en de 1000 bij mij niet? Nou, volgens mij was het bij jou de 2000. Oh, de 2000 werkt. En daar dan de eerste versie van. Inmiddels hebben we een hele range met range extenders die allemaal dezelfde software dragen en die allemaal ontzettend simpel in installatie zijn. Ja, Igor Ter Spenker van Netgear, dus extenders die nu werken. Dat is wel echt gewoon, en dit is dan de allerkleinste zeg maar, hoe heet deze? Dit is de WN1000RP en die noemen we ook wel de wifi booster. Ja, een wifi booster en het aardige is, je stopt deze gewoon in de stopcontact. Je kunt er eventueel nog een Xbox of zo aanhangen. En dan druk je op de Netgear knop. En dan gaat hij gewoon boosten. En dat werkt ook gewoon. Ja, je drukt inderdaad op de WPS knop van het apparaat, van de router. Vervolgens maken ze een link met elkaar. En je kan aan de slag. Dus wifi overal in het huis. Even wacht. Wifi in het huis overal. En het werkt nu ook. Wat kost dit ding? Dit ding is verkrijgbaar vanaf 49,99. Dus 50 euro. En diegene die ik had met 4 poorten. Dat is de WM2500, dus die is ook geschikt voor dual. Ja, die werkt dus echt gewoon en die werkt dus ook voor 5 gigabit. Ja. Ze werken allemaal, die werkt inderdaad ook voor 5 gigahertz. Ja. En die is voor 89,99. En 69 euro als je het even een beetje googelt. Oké, wat is nog meer nieuws met Netgear? Want er komt weer een nieuwe standaard aan met wifi. Er komt inderdaad een nieuwe standaard aan. Nou, de AC-standaard, waar staat die? Even kijken, lopen we er even heen. Ja, en wat is er nou nog te doen aan, dit is dus de AC-standaard, nou, dus ook weer een doosje. Je ziet er helemaal geen bal aan, maar het is gewoon een doosje. En wat is nou bijzonder aan die AC-standaard, Igor? Nou, wat we zien is dat de huidige standaard en de huidige frequentie die we gebruiken, 2,4 gigahertz, dat die steeds voller wordt. En dat het daarom steeds... Daarom hebben we ook 5, ja. Daarom hebben we ook 5 gigahertz. Nou, het mooie is van wireless AC dat het op 5 gigahertz 1300 mbit snelheden kan verwerken. 1300 mbit. Oké, okay, dus ik zit nu ongeveer op 100 megabit en ik zeg te zeggen dat het 300 kan, maar nu kan het 1300. Ja, we zeggen nu is dat dan 1 meter afstand van het ding? Dat is die theoretische snelheid haal je alleen als je er bovenop zit inderdaad. Maar goed, als je 10 meter afstand hebt, wat dan? Even wachten. Nou, op dit moment is de maximale snelheid 450 mbit en we gaan naar 1300 mbit. Dus zeg maar zo 3 keer zo snel ongeveer. Oké, okay, dus er komt een nieuwe standaard aan, de AC, op 5 gigahertz. En die kan dan echt super HD door het hele huis. Hoe ver gaat die? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Dat hangt af van het beton in de muur. Maar gaat het verder dan de N-standaard of minder ver dan de N-standaard? Je mag van dit apparaat verwachten, omdat hij die snelheid op 5 gigahertz realiseert, dat hij door 5 gigahertz betere bereik kan halen als op 2 gigahertz, omdat die frequentie gewoon nog een stuk leger is. Ja, maar goed, maar op zich ook weer 5 gigahertz gaat weer minder ver dan 2,4, dringt minder ver door. Ja, maar op dit moment zie je in de praktijk door de grote bezetting op het 2,4 gigahertz netwerk. Nee, dat is alleen maar op de grachtengordel. Dat is alleen maar als je de grachtengordel hebt. Oké, okay, dus in ieder geval dit ding, de AC, supersnel. En hij heeft ook een snellere processor, waardoor hij ook gewoon ook effectief sneller is. Meer tegelijkertijd aan kan. Ja, kost zo'n ding? Op dit apparaat hebben we 10 HD-streams tegelijkertijd gedraaid. Okay, wat kost zo'n ding? Dit apparaat is verkrijgbaar voor 229 euro. Vanaf okay. 229. Ja, dan werken natuurlijk je PC nog allemaal niet, want die hebben allemaal nog geen AC-standaard. Maar dat komt de komende jaren. Dan heb je nog een derde ding, zag ik. En dat is IP-camera's. Ze hebben een bedrijfje gekocht, Netgear. IP-camera's en het bijzondere vond ik dat die op batterijen werkte. Dus je kon ze gewoon overal neerplakken en dan werkte ze een tijdje. Dus hoe heette deze dingen? Nou, dit is FuZone. Dat zijn hele compacte camera's en het unieke van deze oplossing is dat die 100% draadloos is. Dus hij werkt op... Het weegt helemaal niks. Ze werken op wifi en ze werken op een batterij die minimaal een half jaar meegaat. Dus je kan dit overal kan je dit in je huis neerzetten. Dan is het geen livestreaming, dan is het foto's nemen bij op een bepaald moment of is het ook streaming? Het is ook streaming. Op het moment dat jij dat wil oproepen, dan kan je dat gewoon op je smartphone, tablet of PC of Mac doen. En dan heb je gewoon direct die filmpjes. Ze zijn ook motion sensitive. Dus op het moment dat er beweging plaatsvindt, kunnen ze automatisch een filmpje voor je opnemen. Kosten? Kosten voor een starter kit met 2 motion sensitive camera's en een basisstation zijn 299 euro. Okay, 300 euro voor 200 en dan een extra dingetje? Een extra cameraatje, die prijs die is nog niet bekend. Oké, okay, dus dit was een beetje het nieuws. Een extender die werkt voor 5 tientjes.
een nieuwe wifi-standaard die gewoon echt gemaakt is voor HD. En we gaan kijken of het inderdaad in mijn huis werkt. En ten derde gewoon IP-camera, super klein. En ja, en op batterijen voor een half jaar. Nou, dat gaan we ook kijken of die claim werkt. Dankjewel.